Hoi allemaal, nieuwe week, nieuwe oogst. Ik ben zelf nog een klein beetje schor van de vierdaagse. Maar we gaan er weer met frisse moed tegenaan deze week. Ik zit naast de tomatillo's. Dit zijn een beetje vergeten groentes. Dus ik wens jullie heel veel succes met een leuk gerecht vinden. Wij vinden het in ieder geval vrij moeilijk. Maar de salsa verde staat goed aangeschreven. De tomatillo's, in principe zou het zonder mesje moeten lukken. Dus ik weet niet waarom ik hem vast heb. Je kan hem heel voorzichtig een beetje losdraaien. En dan komt hij zo van de steel af. Het is belangrijk dat je de tomatillo's pakt waarvan eigenlijk de schil al een beetje bruin is geworden. En helemaal is opengescheurd. Hier zie je bijvoorbeeld eentje met een gele schil nog. Die is nog net niet helemaal rijp. Als tweede in de oogst de kropsla. Nou, jullie kennen het ondertussen. Til de onderste bladen goed op. Dan zie je de steel tevoorschijn komen. Snij hem af met het mesje. En dan neem je de hele krop mee naar huis. Tadaa! Als laatste deze week hebben we de palmkool. Deze plant die blijft het hele seizoen nog doorgroeien. Dus het is heel belangrijk dat je alleen de buitenste blaadjes eraf snijdt. Of heel voorzichtig afbreekt. En dat je zorgt dat de kern altijd intact blijft. Want anders groeit hij niet meer door. En dat zou zonde zijn. Dus pluk alle buitenste blaadjes hier. Veel plezier met oogsten. En we zien jullie op de tuin. Doeg!